We doen het vandaag een beetje anders. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. We staan vandaag in ons eigen huis, onze eigen home, ATV Studios. En zoals u ziet worden de meeste producties hier opgenomen. Denk maar aan Q&A, Under the Loop, WhatsApp, maar ook ons eigen ATV Nieuws. En als u hier achter me kijkt, ziet u voor nu nog het oude logo dat gebruikt wordt. Maar het is de bedoeling om vanaf 1 februari het nieuwe logo te gebruiken. En natuurlijk is het ook belangrijk dat we u uitleggen tegen welke gedachten besloten is om met een nieuw logo te werken en wat u allemaal kan verwachten van ATV, vooral startende 2024. We gaan praten met mevrouw Aruna Sarju, zij is de manager van ATV. En we praten met oude en nieuwe generatie Shahnaz Frenkel en Harvey Panka. Blijft u kijken. Mevrouw Sarju, dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. We gaan het hebben over ATV Nieuwe Stijl. Er is een logo gelanceerd. Kunt u ons vertellen waar, ja, tegen welke gedachten aan dit gebeurd is? Ja, Aransa, jij ook. Bedankt voor de tijd. Wij hebben besloten om met een nieuw logo te komen voor ATV vanwege de digitale transformatie waar Telesuur nu doorheen gaat. Als je kijkt naar het oud logo van ATV, dan is dat een filmrol. En dat past natuurlijk niet in het tijdperk van die digitale transformatie. Het nieuwe logo is heel strak, heel robuust. En daarmee willen we eigenlijk tonen dat het digitale tijdperk is aangebroken. De moderne zaken zijn aangebroken. Het robuuste karakter. Daarmee willen we symboliseren dat ATV na al die jaren, 36, 37 jaar dat we er zijn, nog steeds een hele belangrijke speler is in de media- en tv-wereld in Suriname. En dat zullen we ook nog wel blijven. Verder de kleur goud is hetzelfde als het vorige logo en we hebben ervoor gekozen om bij goud te blijven, omdat goud symboliseert natuurlijk de kleur van winnaars, van trendsetters, van de grootste op het vlak. En ATV hoort wel bij een van de grotere. Dus vandaar de keus om met een nieuw logo te komen. ATV gaat dus een veel modernere tijd tegemoet. En wat kunnen de mensen verwachten in 2024 als we dus kijken naar deze veranderingen? Ten eerste, wat de kijker nu al zal zien op televisie, is dat wij ons meer gaan toespitsen op de concepten per kanaal. 12.1, het concept daarvoor is nieuws, actualiteiten en informatie. De kijker zal zien dat de programma's die daar zo op tv komen, daarmee te maken hebben. 12.2 is gericht op sports en entertainment en dan voornamelijk Suriname. De content die we op tv laten zien heeft te maken met Suriname, is in Suriname opgenomen. Of misschien in het buitenland, maar dan met Surinamers in de hoofdrol. En 12.3, daar zijn we ook hard mee bezig om iets moderns te brengen. Maar nu zijn we wel nog eventjes in de, hoe zeg je dat, in de oude sfeer. En laten we de kijkers genieten van de geschiedenis van ATV, de oude beelden, de oude programma's. En dat is heel erg goed aangekomen. Verder, wat ook ons modern karakter zal tentoonstellen op televisie, is dat we de gezichten die op ATV komen, jij bent er één van, wat jongere mensen, er is een groot deel van ATV van de mensen die al heel lang hier zijn en die met pensioen zijn gegaan. En dan praten we over Carla Boetius, Marciano Salomon. Die moeten natuurlijk vervangen worden. En om dan het moderne tijdperk in te gaan, dan maken we gebruik van jonge, dynamische, frisse gezichten op ATV. En niet alleen dat. We willen ook meegaan in de diversiteit van Suriname, de multiculturele diversiteit. Dus je zal ook een heel nieuw scala aan diversiteit aan mensen die bij ons op ATV komen. En ook de programma's zullen ook wat meer toegespitst zijn op die diversiteit in Suriname. Verder,
als aanloop naar het nieuwe logo dat per 1 februari officieel gelanceerd gaat worden op ATV. De hele nieuwe huisstijl die dan ook gaat komen. Zal deze week zullen er promo's komen waarin men al een beetje kan gaan wennen aan onze nieuwe huisstijl. Verandering van de huisstijl betekent ook dat we het hele gezicht op ATV zullen toespitsen en zullen maken. Die conformiteit, die uniformiteit zal je ook zien op ATV. Alles zal nu zijn met dat nieuwe logo als basis. We hebben bepaalde kleuren die we gebruiken, een bepaalde lettertype dat we gebruiken. Dat zal de kijkers ook wel opvallen, dat er meer uniformiteit is. Goed, dat klinkt heel veelbelovend. Nog een hele belangrijke vraag. Hoe probeert ATV door al die jaren heen, zijn we staande gebleven of het bedrijf is staande gebleven, hoe tracht ATV dit voor te zetten de komende periode? Wat een van onze speerpunten is, wat we nu willen gaan meenemen in ons beleid, is de engagement met het publiek. Via onze social media gaan we daar natuurlijk heel veel op in. Maar ook onze programma's proberen we wat interactiever te maken, zodat we weten wat de kijkers leuk vinden. Maar ook dat de kijker mee kan doen in onze programma's. We hebben bijvoorbeeld al eentje, dat is Questions and Answers. Dan mogen ze bellen, appen. Via Facebook, maar zoals ik al aangeef, wij willen echt met Surinaamse content komen. En hoe kom je met Surinaamse content? Alleen maar met de engagement van de Surinamers. Dus dat is een van de speerpunten waar wij eigenlijk op willen voortborduren. En als uniek selling point willen hebben in het medialandschap dat er nu is. Goed, heeft u nog extra informatie die u wilt delen met de kijkers? Ja, ATV is altijd een trotse Surinaamse zender geweest. Dat zullen we altijd blijven. We zullen altijd het nationalisme blijven uitdragen. En ernaar streven om de Surinamer de informatie, de educatie en de entertainment te geven die ze verdienen. Dank u wel, mevrouw Sajou. Shahnaz, dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Allereerst, hoe gaat het met je? Ja, gaat prima. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed. Nou, je bent geen vreemde in Jeruzalem. Je bent ATV'er, nieuwe generatie ATV'er. Ja. Allereerst, hoe heb je je periode tot nu toe ervaren bij Telesuur ATV? Ik moet zeggen, het was een goede periode om het zo bot te zeggen. Maar jij en ik zijn samen begonnen. We hebben samen in dat traject gezeten. We waren beide zo enthousiast. En okay, we zijn naar twee verschillende afdelingen gegaan. Wat het sportgedeelte betreft, het was. Ik moet zeggen, ik ben gegroeid. In het begin is het altijd wanneer je in een nieuwe environment komt. Met mensen die al jarenlang hier werken. Dus het is echt even aanpassen, wennen, kijken hoe, wat, zus, zo. Met nieuwe ideetjes komen, je brengt een andere energie. Dus, maar ik geniet er nog steeds van. Dat is belangrijk. En je hebt iets moois aan gehad. Je bent inderdaad gegroeid. We hadden het trouwens al erover. Ja. We hebben echt wel die groei mogen zien. We zien nu dat ATV stapt in een nieuwe fase. Hoe kijk jij naar het nieuwe logo die gelanceerd wordt per 1 februari? Ja, heel positief. Wanneer je ook naar het logo kijkt, straalt het ook een beetje. Het straalt vernieuwing uit, dat staat vast. En het maakt mij, en ik denk ook velen onder ons, ook enthousiast. Like, wat volgt nu? Het maakt je enthousiast om te weten wat volgt. Om te kijken wat volgt. De nieuwe generatie, nieuwe tijdperk voor ATV, vernieuwing. Nieuwe gezichten, jongere gezichten. Dus het maakt me enthousiast. Ik ben benieuwd what's next voor ATV. Ja, we hebben ook gemerkt bijvoorbeeld dat als we in het bedrijf kijken, we werken, ik wil niet zeggen oude mensen, maar ik wil ze bijna noemen legends van ATV. Ja. Waar die aan het begin van vele andere producties hebben gestaan. Hoe ervaar jij het om nu gewoon deel uit te maken van een bedrijf of een, ja zeg maar, in dit geval een nieuwsmedium, die heeft gestaan als eigenlijk een force, al die jaren al? Ja, het is, ik had het nooit gedacht als iemand me dit 10 jaar zou vertellen. Shahnaz, jij gaat een van de medewerkers worden van ATV en je zal bijdragen aan nieuwe producties. Zou ik zoiets hebben van, hoezo ik? Weet je, want als kleinkind kijk je naar 1 en 1 is 3. Dus ATV kwam altijd met die
Surinaamse producties. En dat ik nu deel ervan mag zijn. Natuurlijk is het een uitdaging, want je moet met nieuwe dingen komen. Je moet kijken wat je kan betekenen voor ATV, wat voor producties je kan brengen. Dus het is spannend, maar tegelijkertijd ook, like, ik wil het doen. Ja, precies. Eén ding waarvan ik hou, is altijd eer geven aan wie dat toekomt. Je bent de eerste vrouwelijke presentatrice, sportpresentatrice hier bij ATV. Hoe is dat voor je geweest? Was het nerve-wracking? Hoe ben je ermee omgegaan? Eerste instantie, eerlijk gezegd, en klinkt het misschien een beetje raar, maar ik geloofde het niet. Ik dacht, nee, het zal wel mensen zeggen maar dingen, yeah. Maar uiteindelijk na het van zoveel mensen te horen te krijgen, ook dus van de oudere, van de iets oudere generatie, was ik like, hé. En dan ga je je geschiedenis na, gezien ik op de sportredactie ben. En dat was inderdaad geen enkele vrouwelijke sportpresentatrice. Dus dat was tegelijkertijd pressure, want je bent de eerste vrouwelijke, dus basically moet je het goed doen en je moet een naam neerzetten, zeg maar, voor de sportredactie als te zijn vrouw. Mm-hmm. Dus het was, er was heel veel pressure voor mij, maar uiteindelijk, mensen hebben me bijgestaan, mensen hebben me geholpen met mijn skills, het redactiewerk, niet alleen presenteren, maar ook redactiewerk, sport zoeken. Dus, maar ik weet niet hoe ik het nu goed moet uitleggen. Ik denk dat we het snappen. Het is inderdaad, Het is een hele nieuwe stap voor je geweest. Ja. En je doet het tot nu toe goed. We merken bijvoorbeeld ook dat we een nieuw gezicht zien, Aresina, die opvolger is als vrouwelijke presentatrice. Ja. Jullie zitten op een afdeling, eigenlijk gedomineerd door mannen. Hoe is het om gewoon je vrouwtje te blijven staan en gewoon met ze te blijven werken, through it all? Wat dat betreft is het geen probleem voor mij, want ik kan mijn vrouwtje staan, yeah, om het zo te zeggen. Ik kan mezelf wel er doorheen bijten. Mannen zijn eigenlijk best zachter. Je moet gewoon weten om te gaan met ze. En zeker in de sportwereld, als je op het veld gaat, dan zie je ook alleen maar mannelijke sportjournalisten. Mm-hmm. Overall, like 95% alleen maar mannen. En dan voel je je misschien wel in de minderheid als vrouw, maar er wordt wel dan naar je gekeken omdat je opvalt, omdat je een van de minderen bent. Ja. Dus is het dat moment dat je jezelf even moet doordrukken en je plek laten kennen. Ja, ik ben wel blij dat ATV dan echt wel domineert als het dus gaat om vrouwen in de sport. Dus ik zou zeggen natuurlijk heel veel succes. Ja, heb je ter afsluiting nog een wijze les die je wilt delen met mensen die kijken en die zoiets hebben van ik wil dit ook een dagje doen? Het klinkt misschien heel cliché, maar gewoon doen. Gewoon doen. Ik ben zelf sporter van huis uit. En voor de nieuwe mensen die komen, gezien ik ook in de sport, in de volleybalwereld, ben ik een van de ouderen. Mm-hmm. Hier ben ik een van de nieuwe. Dat is echt grappig. Maar ik zeg altijd, als je niet voor iets gaat, ga je niet weten als je het kan doen. Hetzelfde heb ik ook gedaan hier bij ATV. Ik werd benaderd en ik dacht, hey, let's try it. Want ik heb het nooit eerder gedaan. Je weet niet wat er te wachten staat. Gewoon doen. En als het lukt, lukt het. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar als je het niet doet, dan ga je nooit weten wat je wel en wat je niet kan. Precies. Dankjewel, Shahnaz. En heel veel succes. Dankjewel, Aransa. Meneer Harvey Panka, ook bedankt dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Nou, prima, na omstandigheden redelijk. Goed. We gaan het hebben over ATV Nieuwe Stijl, de transformatie waarin we nu zitten als bedrijf. Maar allereerst wil ik dat u weer even teruggaat, zo in die boxen die u misschien niet heeft weggezet, om te kijken hoe heeft u de periode ervaren vanaf uw aantreden tot en met nu als ATV'er? Nou, dat is een hele transformatie. Hè? Dus vanaf ik hier binnenkwam, we zaten nog in de analoge periode. En die hele transformatie naar de digitale periode hebben we allemaal meegemaakt. We hebben ons allemaal moeten inzetten om dat ook onder de knie te krijgen. Dus we zijn eigenlijk, als je het goed bekijkt, of de keeper beschouwt, dan zijn we altijd in transformatie, want de wereld die is constant in beweging. Met name de wereld op het gebied van tv is constant in beweging. Vroeger was het dat
de mensen tevreden moesten zijn met wat je hen voorschotelde. Moesten kijken naar tv, wanneer jij een programma op tv had. Ze moesten zich schikken naar jou. Maar nu is dat veranderd. Jij moet jou schikken aan de mensen. De mensen kijken nu wanneer ze tijd hebben, welke dag, wanneer het hun schikt. Ja toch? En jij gaat je nu naar je kijkers moeten schikken. Is dat wat we nu doen? TV on demand. Ja, u heeft iets moois aangehaald. U zei van, u heeft de transformatie basically meegemaakt. En het is iets, is een ongoing process. Ja. U houdt zich ook wel bezig met verschillende producties. Ja. Hoe challenging is het om zeg maar elke keer weer mee te gaan met een nieuwe transformatie? Kijk, het is best wel challenging. Maar eenmaal je ermee begint, dan lukt het wel. Dan zie je ook de voordelen ervan, ja toch? Want vroeger kon je alleen een telefonisch interview doen. Maar nu kan je praktisch gewoon een interview op beeld doen met iemand gewoon ergens in Australië. Ja. Als het ware. Dus nu zijn er geen grenzen meer. En voor de producties die we doen, nu hebben we eigenlijk... Je hebt meer tools om mee te werken. Vroeger als je iemand in het buitenland, zeg maar iemand uit Australië wilde interviewen, nodig had voor een programma, dan moest je echt wachten als je de persoon in beeld wilde. Of dan moest je een audiotrack eronder zetten en een foto. Maar nu kan je gewoon via Zoom of via ons systeem VMix, kan je gewoon de persoon interviewen alsof de persoon bij jou is. Dus eigenlijk, het is ook great voor ons dat we... Weet je, dat we meegaan met de technologie en dat we eigenlijk op sommige wijze ook jouw kijkerspubliek meer van dienst kan zijn. Nu doen we ook, al onze programma's zijn ook op social media. Dat bedoelde ik dat mensen nu kunnen kijken van waren ze bezig op dat moment dat ze niet naar, ik noem maar wat, onder de loep hebben kunnen kijken door omstandigheden. Nou, dan gaan ze gewoon op de Facebookpagina van ATV of op YouTube en dan klikken ze ATV Suriname en daar kunnen ze kijken. Als ze niet vol half uur of drie kwartier kunnen kijken, dan kijken ze voor 10 minuten. Morgen kijken ze weer. Dus ze kunnen zich helemaal, het is nu helemaal naar hun, ja. Weet je, op hun maat gemaakt nu. We merken ook dat op 1 februari de lancering zal plaatsvinden van een nieuwe logo van ATV. En uit een eerder gesprek met de manager, mevrouw Sarjo, hebben we dus kunnen merken dat ook gewoon de hele afdeling een transformatie zal ondergaan. En hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat we het oud logo was meer een soort filmrol. Wat een beetje in de vorm van ATV was gemaakt. Het was daar heel goed over nagedacht. We zijn niet meer echt in de tijd van de film. Mm-hmm. We zijn meer echt in de tijd van de digitale periode. En dan is het altijd goed als je als bedrijf ook je kijkerspubliek aantoont dat je doorgaat. Dat je meegaat met de tijd. Dat ze altijd op ons kunnen bouwen. Dat we hun demand, dat we hun eisen altijd zullen inwilligen voor zover wij dat kunnen. Ja. En u zit er al jaren bij de TV. Ik denk dat uw stem is ook heel erg distinct. Mensen weten gelijk, dit is Harvey Panka, zonder naar de TV te hoeven te kijken. Maar hoe is het voor u geweest om uw stempel eigenlijk te drukken in de mediawereld van Suriname? Nou, ja, ik begon als jongeman, zat op de universiteit. Op een gegeven moment werd het een beetje te veel. De periode, ik praat over midden jaren 90 en weet je, het land was ook op zijn kop. Hadden we toen ook een hervormingsprogramma en weet je, het lukte niet zo goed om school en werk te combineren. Dus heb ik besloten, weet je, dan ga ik. Ik vond TV toch al leuk. Ik heb een kans gehad om het daar te bewijzen en ik zeg van, ik ga me nu focussen op TV. Ook een beetje begonnen als een soort cameo-journalist, cameraman. Ik heb camerawerk gedaan voor een tijd. En daarna meer op de nieuwsdienst daar bij de STVS. En toen ik in 2002 hier kwam bij ATV, ging ik dan echt in de presentatie. Weet je, mensen wilden collega's, vooral Kalapus, Harvey, je moet op beeld komen, je hebt zo'n goede stem. Mensen willen je zien. En daarvoor deed ik wel reportages en zo, maar... Nu was het meer van dat we programma's gaan presenteren en zo. En op die wijze werd ik dan een van de vaste gezichten van ATV. Weet je dat wat je zegt, dat je
overal waar je komt, mensen die stem herkennen. En ja. Natuurlijk niet alleen de stem, maar ook het werk dat je doet. Dat je als interviewer ook goed onderlegd bent in de materie. Dat je weet waar je het over hebt. Dat gasten je geen, hoe zeggen ze dat, siksifonie kunnen geven, weet je. Dat je weet waar je het over hebt. Aan de ene kant maakt dat jou niet geliefd. Maar ja, niet iedereen zal van je houden. Ja, precies. Maar één ding, je moet van je werk houden en je moet het vooral goed doen. En dat probeer ik elke dag te doen. Ik leer ook. Ik zeg ook niet, ik ben de oudere generatie, dus niemand hoeft mij wat te vertellen. Ik weet alles. Ik weet niet alles. Ja. Ik leer ook elke dag en dat is dit werk. Ik heb ook mogen dienen als penningmeester in de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Ook in de overkoepelende Caribische organisatie heb ik eerst 3 jaar gediend als de secretaris van de Associatie van Caribische Mediawerkers. En nu ben ik de voorzitter, de president van de ACM. Ja. En de ACM is een organisatie, is een overkoepelende organisatie, waar alle journalistenorganisaties vanuit de regio verbonden zijn. Dan praten we over Spaanstalige, Franstalige, Nederlandstalige, Engelstalige. Als we kijken naar uw transformatie, mensen die het ook al jaren volgen, zullen inderdaad zien van, het is wel echt, u bent wel echt een stapel in de mediawereld. Nu kijken we naar ATV, we merken dat met de transformatie het ook gepaard gaat met nieuwe gezichten. Ja. We hebben bijvoorbeeld voor u gesproken met mevrouw Frenkel en heb je ook andere presentatrices. Welke impact denkt u dat deze nieuwe generatie mogelijk zou kunnen hebben op de producties van ATV? Nou, nieuwe generatie, dat wil zeggen mensen die... Ja, eind jaren 90 in de 2000 zijn geboren. En natuurlijk, ze hebben ook die nieuwe wereld, die digitale wereld met de paplepel meegehad. Ja? En kijk, je praat over de oudere generatie bij ATV. Dat wil ook zeggen dat we ook ouder worden. Dat we straks met pensioen gaan. Dat we moeten overdragen. Mm. Is dat wat we doen? We hebben vaker instuifprogramma's gedaan waarbij... Mensen zijn gevraagd van een jongere, zijn uitgenodigd om een auditie te doen. Ja, toch? En ja. Je bent een van de personen. Ja. Weet je, dat we niet blijven stilstaan. Dat bedoel ik met die ongoing proces. Wij weten als ATV, we gaan niet tot de eeuwigheid het gezicht kunnen zijn van ATV. Mm. Weet je, dus dan moet je jongeren ook opleiden. En we verwachten van de andere generatie dat ze ook doorgaan met de tijd zoals wij dat ook hebben gedaan. We hebben die transitie gedaan vanuit die analoge naar de digitale periode. En het kan alleen maar mooier worden. We praten nu over artificial intelligence. Ja. Dat je nu straks, ik ben zelfs bang dat die hologrammen, die digitale presentatoren straks ons werk zullen overnemen. Dat we ook geen werk, maar natuurlijk de mens moet er altijd bij zijn. Dus, ja. En het is jullie taak nu om gewoon het stokje wordt overgedragen. En het is jullie taak nu om ATV alleen maar beter te maken. Ja, big shoes to fill. Heeft u tot slot nog een boodschap, een wijze les die u wilt delen met mensen die kijken? Ja, natuurlijk. Als eerste blijf kijken naar ATV, want we blijven met vernieuwingen komen. Ik keek laatst naar mijn Facebook en ik keek naar mijn profiel en ik zag iets voorbij komen waarbij iemand het had over dat je kon sms'en om een boodschap te zetten op tv. Ja. Want het gescreend, dan kwam het op tv. En het zijn allemaal zaken, we waren allemaal de eerste in. Mm-hmm. Weet je, we hebben ook geprobeerd dat wat we hebben gedaan, dat we de Surinamer ook op tv hebben gebracht. Niet mensen met een jas en een das die doodzitten in een koude kamer, maar de normale burger, die hebben wij op tv gebracht. Mm-hmm. Dus mijn les aan iedereen is gewoon, be humble, doe gewoon wat je moet doen en probeer altijd de beste erin te zijn. En als we gewoon doorgaan daarmee bij ATV, dan is er altijd Promising TV, dan zal het altijd een goed idee zijn om naar ATV te kijken. Dank u wel, meneer Panka, en we wensen u natuurlijk ook heel veel succes. Dank u.
Transformatie 2024 ATV Nieuwe Stijl. En het nieuwe logo waar we het over hebben is vanaf 1 februari te zien op al onze kanalen 12.1, 12.2, 12.3. En natuurlijk moet u ook onze social media blijven volgen om ook daar onze transformatie mee te maken. We hebben gesproken met de manager van ATV, mevrouw Aruna Sarju. En we hebben met nieuwe en oude generatie gesproken, Shahnaz Frenkel en Harvey Panka. Zoals u het heeft gehoord, zal ATV blijven werken aan het neerzetten van mooiere producties en natuurlijk inspelen op de behoeften van de samenleving. Dat was het wat betreft het eerste deel, maar gaat u nu weg, want mijn collega Richelle heeft een tweede deel voor u. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Rivelino Tjuntaksen brachten wij u het eerste deel. Dankjewel Aranza. Kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met meneer Harold Selbing en Stefan Fouquet. Ze zijn de vertegenwoordigers van Stichting Joden Savannah. En we praten met hun over het bezoek van de Israëlische ambassadeur Itay Bardov aan Stichting Joden Savannah. Kijkt u mee. We zijn vandaag op Joden Savannah waar u de ambassadeur van Israël opwacht. Hoe is dit bezoek gepland? Eigenlijk wilde de ambassadeur al lang een bezoek brengen aan Joden Savannah. Dit recente bezoek is eigenlijk tot stand gekomen via de consul van Israël in Paramaribo, de heer Jules Fernandes. En wat betekent dit bezoek voor Stichting Joden Savannah? Wij verwelkomen alle belangrijke mensen, ambassadeurs, hier. We hebben een paar weken terug hebben we ambassadeur Foucher gehad van United States. En we hebben van verschillende landen ontvangen we ambassadeurs. Dat is niet nieuw overigens voor Joden Savannah. Joden Savannah was eigenlijk een van de weinige en eerste belangrijke toeristische attracties sinds de 17e eeuw. Dus iedere bezoeker aan Suriname, iedere buitenlander kwam hier naartoe om te kijken vooral naar die synagoge. Want die synagoge was een belangrijke aantrekkingskracht had het, hè, voor internationale bezoekers. Dus we zijn blij en we geven er altijd aandacht aan. En natuurlijk, wanneer iemand dus van het buitenland komt, het is niet alleen gewoon leuk. Dus vriendschapsbanden onderhouden is altijd een belangrijk ding. En met Israël is het natuurlijk heel bijzonder. Waarom heel bijzonder? Nou, zoals we weten is Israël veel later dan Joden Savannah. Is Israël het gebied geworden waar Joden van overal in de wereld zich hebben gevestigd na de Tweede Wereldoorlog. En er wonen heel veel mensen in Israël, ook Surinamers, ja, die banden hebben gehad en bloedverwantschappen hebben gehad met mensen die hier hebben gewoond. Dus op basis daarvan is er een bepaalde relatie tussen de staat Israël en Joden Savannah. En hoe zal het bezoek van vandaag de band tussen Israël en de Stichting of Suriname versterken? Dat is een mooie vraag. Natuurlijk hopen we dat er iets uit voortkomt. We zullen de ambassadeur een rondleiding geven rond het gebied. En vervolgens is het de bedoeling dat we hem een klein presentje zullen aanbieden. Maar wat het verder uit het bezoek voortkomt, dat kan ik nu niet zeggen. Wat ik wel hieraan kan toevoegen, is dat wij reeds met professionele organisaties in Israël contact hebben. En dat uit dat contact of die contacten hebben we vorig jaar in september hebben we een delegatie hier gehad uit Israël, bestaande uit archeologen en mensen die kennis hebben van het conserveren van
artefacten. En juist de Israëlische archeologische dienst. Dus het is altijd goed wanneer die ambassadeur hier is, dat wij dat punt ook naar voren zullen halen om meer contacten en meer ondersteuning te krijgen voor het archeologisch werk dat we hier willen doen. Er ligt hier voor 50 à 80 jaar ligt er hier, liggen er artefacten in de grond. En we hebben onvoldoende menskracht en we hebben onvoldoende geld om dat allemaal te kunnen doen. Dus we denken dat dit bezoek bij zal dragen. Hè? Aan ieder, ja, hopelijk zal bijdragen aan de versterking van de banden. En natuurlijk ondersteuning. En er lopen al enige tijd een archeologisch onderzoek hier op Joden Savanne. Wat heeft dat voor de stichting betekend tot nu toe? Nou, we zijn, dacht ik, 3 jaar terug inmiddels. Gestart met 2 jonge archeologen, Surinaamse archeologen. Die zijn begonnen met het uitgraven van de fundering van Huis de Mesa. In 1832 was er eenzelfde jaar als in Paramaribo, de grote stadsbrand, was er ook een brand hier op Joden Savanne. En toen zijn 5 grote woningen tegenover de synagoge met bijgebouwen afgebrand. En een van de gebouwen die zijn afgebrand, was het Huis de Mesa. En daar is er een fundering van over. En die fundering is ongeveer 3 jaar terug uitgegraven. En daar zijn er meer dan 10.000 artefacten uit voortgekomen. En daar is er een heel gedegen rapport over geschreven. En er is een informatiebord geplaatst met informatie over de opgraving. En de resultaten van dat onderzoek zijn ook opgenomen in het nominatiedossier van Joden Savanne. Dat is januari vorig jaar is aangeboden aan de UNESCO. En uiteindelijk is de site in september geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. We zijn momenteel bezig met onze tweede opgraving. En dat ligt eigenlijk in het verlengde van Huis de Mesa, omdat de woningen lagen langs een straat. Ik weet niet of je bekend bent met de nederzetting. De synagoge vormde het middelpunt van het dorp. Het was een rechthoekig stratenpatroon, waarvan de synagoge in het centrum lag. En rondom de synagoge waren de straten en met woningen. Nou, in het verlengde van Huis de Mesa ligt er nog een andere fundering van de woning. Daar is er niet zoveel van over, maar interessant is dat daarachter een fundering van een oud kookhuis is. En dat zijn we momenteel bezig uit te graven. En daar vinden we allerlei artefacten die gerelateerd zijn aan een kookhuis, aan het koken. En het waren de slavinnen die kookten op Joden Savanne. Oké, en de nominatie in september, het plaatsen van Joden Savanne op de Werelderfgoedlijst. Hoe gaat dat de plek die Joden Savanne heeft in Suriname verbeteren? Natuurlijk. Kijk, het moment waarop een site op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst, betekent dat de wereld heeft gezegd van hey, deze plek is bijzonder. Het is zo bijzonder, het is zo waardevol dat wij het moeten plaatsen op die Werelderfgoedlijst. Dus wat wij moeten doen als Suriname, en ook als omliggende bevolking, ik heb het over dan de dorpen hier in de omgeving, is dat we gebruik moeten maken van dit unicum en toeristen moeten trekken hier naartoe en moeten verdienen daaruit. Omdat als een toerist komt naar Joden Savanne, is hij in 2 uur, maximaal 2,5 uur, is hij uitgekeken, heeft hij alles al gezien. Maar daarna moet je kunnen zwemmen, moet je kunnen verpozen, je moet kunnen chillen. Huh? En dat moet je doen dan in die dorpen of de plantages in de omgeving van Joden Savanne. Dus Joden Savanne gaat werken als een soort katalysator. Gaat aantrekken, mensen aantrekken. Als die mensen er eenmaal zijn, kunnen de mensen naar verschillende andere recreatieve activiteiten in de omgeving. Ja. En natuurlijk, wanneer we praten over Joden Savanne, dan heeft de doorsnee burger het idee dat we praten over een vestiging voor Joden. Maar het is veel meer dan dat. Dus kunnen jullie daarop ingaan? Natuurlijk. Oké, kijk. Joden Savanne, zoals je het hier ziet, is een paradox. Er is vreugde geweest.
is blijdschap geweest. Mensen zijn, waren erg ingenomen met de vrijheden die ze hier hadden. En dan praat ik over de Joden. Maar tegelijkertijd is er ook Pinari geweest. Zijn er mensen geweest. Hè? En dan praat ik niet alleen over Afrikaanse tot slaafgemaakte, voor het gemaakt Afrikaanse slaven. Ik praat ook over inheemsen die hier zich kapot hebben gewerkt. Dus hier is vreugde, maar ook lijden. Het is een plek waar mensen hebben geleden. Hè? Waar mensen zijn mishandeld. Hè? Waar mensen zijn, heel zwaar zijn mishandeld. En de interpretatie van deze plek is erg belangrijk daarom. Want en dan komen we op het punt van immaterieel erfgoed. Want je moet het verhaal vertellen. Er zijn heel wat verhalen. Het zijn niet alleen verhalen van rijke Joden. Hè, maar zijn ook verhalen van arme tot slaafgemaakte mensen. De Joden woonden hier samen dus met hun slaven. Dat is niet, waren niet alleen maar woningen voor Joden. Maar ze leefden gewoon samen hier met inheemse en Afrikaanse slaven. En uit dat archeologisch onderzoek komt ook naar voren dat er interactie is geweest. Want we vinden inheemse aardewerk, we vinden Afrikaanse hoe zeg je dat, trade beads, zogenaamde kralen die gerelateerd zijn aan de handel tussen Afrika en de Europeanen. Dus er is een duidelijke interactie geweest en dat halen we dus uit het archeologisch onderzoek. Hebben jullie ook zijn jullie ook iets tegengekomen van vermengingen tussen de inheemse en Joden of Joden en de Afrikaanse slaven? Dus je komt niet direct dat soort artefacten tegen, maar met name zoals Stefan al zei, de verhalen hè, zijn daar. En natuurlijk merk je ook die vermenging op die begraafplaatsen. Want je hebt heel wat mulatten en gekleurde mensen en noem maar op. Die daar liggen en waar we genoeg verhalen over kennen. Dus dat is duidelijk. Bij het bezoek van Itay Bardoff aan Stichting Joden Savannah is er een rondleiding geweest en heeft de ambassadeur ook enkele artefacten gedoneerd aan Stichting Joden Savannah. We brengen u enkele beelden daarvan. As you see, we have a welcoming board right there because we it's not always the case that we have a guide. So we have made with the help of the Jewish Quarter of Amsterdam, we have developed these boards so people who come can read about the development of Joden Savannah. All right, there are 9 features, mm-hmm. 9 features of interest. A total of nine items. We will go there to hand you, we want to hand you some. But one of the interesting things, if you stand here, the first photo you see is from a family called Fernandez. Oh, the Fernandez. I'm sure you know that name. Yes. Well, I read about them. Yeah. Yes. Okay. He is Fernandez. Sure is Fernandez. Oh, yeah. And this demonstrates how the interaction was and how the creolization took place where African women married Jewish men. Wow. And that is a family of Sul. We want to present you a small gift. Thank you. You know, on 24 of September last year, the Joden Savannah Archaeological Site has been inscribed as a UNESCO World Heritage Site. And we had
tot met het dit dossier. Oh wow. Dit is de official dossier that has been submitted to the UNESCO. And based on this information, the site was inscribed. Wow. Thank you very, very much. Thank you very, very much. I have to, you know, Suriname and this site has a small part in the Israeli-Arab peace conflict because the peace process. Because we had an Israeli archaeological team that came here, as you know, before that to confirm, of course, the art. And the UNESCO confirmed the site as a World Heritage Site in Riyadh in Saudi Arabia. And this was the first time that we had an official Israeli delegation, including a minister, an Israeli minister, and delegation from the antiques authorities that went to Riyadh, to Saudi Arabia, and participated in an official way in Riyadh. So this place has a small part in the Israeli-Arab peace process. But thank you very much. This looks amazing. Thank you so much. Our pleasure. Thank you. Yes. Wow, I can imagine. We started the process in 1998. So that was the date. In that year, we submitted a UNIN Savannah on the tentative list. So it took us 25 years of very hard work, voluntary work, to develop this site in such a way that it was acceptable for UNESCO, and it was important for UNESCO, and we could demonstrate the value of UNIN Savannah so it could be placed on the World Heritage List. So that is exactly one of the reasons why I'm here, not just to see the place, but I think this, now that it's been recognized by UNESCO, the World Heritage Site, this could be utilized by Suriname to create this as a touristic attraction. Exactly. I know there's a lot of renovation that needs to be done, and that's part of the reason why I'm here, to try and explore where we can also help, and together with international organizations, I'm in touch with IDB, to see what we can do here in order to make this a touristic attraction and support Suriname in that regard, and also support Jewish heritage here in the country. Yeah. So I'm looking forward to seeing to working together. Yes. And this is a wonderful start. This is great. This is great. Authentic artifacts. These are not something new that we bought in a store. And I think from the conversation we had, that's exactly what they're looking for here. So it's more older things, but authentic. So this is a plate that we use in Passover, in the Jewish heritage. Because on Passover you eat specific things. So it says here in Hebrew the different food stuff that you put on each part here of the plate during Passover. We have a holiday called Hanukkah. So this is a Hanukkah where we light the candles, and it's a Hanukkah. There are two prayer books here in Hebrew, 1 and 2, old. They are the Book of Psalms in Hebrew, different versions. That we'd be happy to donate here to the museum. These, one of the things that is used by Jewish, by religious Jews, or by Jews when they pray, is we use a talit. It's a kind of a shawl that you wear as part of the prayer ritual. And so this is a bag for the talit, and inside we have also a yarmulke. Which is used, you know, I'm very glad that you showed this one. Yeah, okay. Harold, we found this one at... I'll show it to them. During an excavation, we found this. Oh, you found the crown. Yes, you found the crown, that's but a we didn't big... know which... Yeah. So that the crown actually presents God, the Lord, you know, he's the King of Kings and the God of Gods, and this is used actually on our Friday night when we have a meal, we have a Shabbat meal, where we have a bread called challah, a challah bread, and we cover the bread before we eat it. We cover it with this, so when you greet the Shabbat, you uncover the bread, you do a prayer,
and you expose it. And the final two things is, I don't know if you're familiar on Jewish, in Jewish houses, apartments, they have mezuzahs. We are hoping to find one. So these are the covers. So I'll put everything. So this we'd be happy to donate here as just as a small token. For the person, I'll tell you what that is. The last one? The which one? Yes, I think it's good that Stefan explains it in Dutch for the public. What it is. This is where the scroll is. Bij de ingang, als je binnenkomt, is aan de deurpost, eigenlijk aan de deurkozijn, wordt het dan bevestigd. En de holte aan de binnenzijde is waar een Bijbelse tekst opgerold in een perkamentje, een stuk papier, vast zit. Waarschijnlijk zit je me hier vast. En dat is not only at the front door, but any room, any bathroom, any dus, inside room as well. Ja, dus eigenlijk alle ruimtes behalve bad en toilet. Why not? Because I think it's considered as an unclean area, and this is what it has. It has a, as you were explaining, it has a religious scroll inside, so they don't, you know, an area that is considered unclean. You don't put it there. But all the other rooms, it's a blessing for the rooms and. En het wordt op een bepaalde hoek bevestigd. Ik heb het niet zo bevestigd, maar ik denk een little bit to the right. With an angle. Well, you know what, that I don't know. I don't know how to explain. I think, I don't want to give a wrong explanation, but that's been on centuries and centuries. Where it comes from. Just tradition. It's tradition, yeah, it's tradition. I'm sure it had a reason when they did it initially, but I'm not, do you know, Jules, why? Because that's a good question, and I don't know, frankly. But we are hoping, with our excavations, to find this. And until now, we did not find it yet. But there have been so many big mansions, houses here, that we are sure that they had this also placed. Sure. Yes. Sure. We found, but many times when Jews leave their homes, because it's considered a sacred thing, they will take it off. They will not leave it. That's why these five houses burned down. So what happened suddenly? So they didn't have the time to take their belongings along. So we think that we should find something like this. But that's a great work that we still. Thank you very much again. Thank you very much. Thank you. Okay. Zo kijkers, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel hoorde u mijn collega Aranza Suedo over ATV Nieuwe Stijl. En u heeft ook kunnen genieten van het gesprek met meneer Harold Selbing en Stefan Fouquet over Joden Savannah en het bezoek van de Israëlische ambassadeur. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.